De afgelopen jaren zijn er over het hele land al Startup in Residence programma's gestart. In dit inzicht kijken we naar een drietal samenwerkingen waarin we de probleemeigenaar en start-up horen vertellen over hun ervaring en delen zij hun geleerde lessen. Als officieren een zaak aan het voorbereiden zijn, dan hebben die heel veel informatie. En al die informatie die is heel ingewikkeld om bij elkaar te krijgen. En wij waren op zoek naar een dashboard waar eigenlijk gewoon een officier van justitie aan de voorkant kon zien. Wat moet ik hier nou mee? Wat is er aan de hand? Zodat je aan de voorkant de goede keuzes maakt en niet later in het traject opeens denkt van oh, ik had dit toch anders moeten doen. Vroeger was een wapen en een dader was al genoeg, maar nu heb je veel meer informatie nodig. En al die informatie komt uit heel veel systemen van heel veel ketenpartners. En dat goed verzamelen en daar dan de belangrijke elementen uitplukken, dat is iets wat Pandora Intelligence heel goed deed en waarom het product heel erg toepasbaar was. We hebben een aparte methodologie waarin we data door de ogen van narratieven bekijken. Die hebben we helemaal toegespitst. Op de levensloop van een verdachte. Wat belangrijk is voor de samenwerking tussen overheid en start-ups is dat aan de ene kant er een hele goede interne begeleiding is door een projectmanager die helpt de weg te vinden in de wonderwereld van de overheid. En daarnaast dat de behoeften van de start-up worden bekeken zodat die maximaal kunnen worden gefaciliteerd. Je moet aan de voorkant heel goed weten welk probleem wil ik nou oplossen. Wat is er nou echt aan de hand? Aan de andere kant heb je dus ook gewoon nodig dat er goed geïnvesteerd wordt in de mensen. En hoe werk je nou op een nieuwe manier met elkaar samen, met gebruik van nieuwe technologie? Wat ik zou willen meegeven is dat als je als overheid wil innoveren, dat het denk ik fantastisch is om start-ups en jonge bedrijven te betrekken. Dat het dan wel van belang is dat je van tevoren nadenkt over het hele traject wat je met ze zou kunnen en willen doorlopen. Door mee te doen hebben we eigenlijk een heel aantal van de ketenpartners ontmoet. Die hebben hun kenniskunde input gegeven. Dat is een soort vliegende start die je normaal gesproken niet maakt. Ja, we hebben hele goede verhalen gehoord vanuit andere overheden over het Startup Investments programma. Er liep al een voorbeeld bij de provincie Noord-Holland en een voorbeeld bij bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam. En wij dachten van, daar kunnen wij ook op inspelen. Dus uiteindelijk is zo het balletje gaan rollen. Het probleem waar wij naar zochten was om goedkoop bushaltes op te knappen. Wij hebben een investeringsprogramma waarbij we alleen de beste bushaltes nu opknappen. Maar we willen nog duizenden andere ook opknappen. En daar hebben we geen honderden miljoenen voor. De oplossing waar we mee aan de slag zijn gegaan, dat is onder andere een pakketkluizensysteem. Je zet kluisjes naast de bushalte. Daarmee kan iedereen zijn pakketje afhalen en daarmee wordt de bushalte aantrekkelijker. En aan de andere kant spaart het heel veel ritjes uit met auto's in wijken. We hebben eigenlijk de problemen van de pakkettendistributie, goederenmobiliteit op het netwerk van personenmobiliteit gelegd. Dus eigenlijk de bushalte als centrale plaats waar je niet alleen naar huis komt, maar op weg naar huis die laatste paar honderd meter ook je pakket meeneemt vanuit de pakketkluis. Wij stellen de gebruiker centraal die zelf bestelt en die bepaalt waar en wanneer het pakket in de kluis komt. Met die applicatie komt eerst alles aan op de hub en bepaal jij zelf op het moment dat jou uitkomt wanneer die in de kluis komt. Wij zijn gewend om met vervoerders te werken met grote pakken papier, met programma's van eisen en contracten die soms ordners vol beslaan. En we zijn met hun eigenlijk een heel open en vrij proces ingegaan. In plaats van een oplossing van tevoren duidelijk door te spreken, zijn we gewoon aan de slag gegaan van dit is een mooi idee, we gaan kijken waar dit staat. Goed is om te noemen is dat wij niet alles hebben voorgeschreven en uitgekoud. De ondernemer moet echt zelf aan de slag en zelf zijn markt opzoeken. Wij zijn dan faciliterend. Hij kan gebruik maken van al onze kennis, al onze ervaringen. Maar een groot deel van deze oplossing ligt daarbuiten. En daar is hij zelf heel erg mee aan de slag gegaan. Ik denk dat het belangrijk is dat als overheid dat je zelf ook onderdeel wordt van het team en niet stil blijft staan van laat de markt maar met een oplossing komen, maar dat het een co-creatie wordt. Het tweede, wat denk ik belangrijk is, een stukje vertrouwen. Dat er misschien ook dingen gebeuren die best spannend zijn. En ten derde is dat je ook bereid bent daar creatief mee om te gaan om binnen de eigen regels het maximale uit te halen om dit soort projecten neer te zetten. Denk van tevoren goed na, wat gebeurt er als het een succes wordt? Want dan moet je eigenlijk opschalen en dan hangt er maar net vanaf, heb je een hele publieke opdracht of een zakelijke opdracht, maar als je heel publiek is, dan moet je eigenlijk door kunnen schakelen en investeren. En niet vastkomen te zitten in het web van staatssteun of aanbestedingsregels. Daar moet je eigenlijk van tevoren over nadenken wat je dan gaat doen. Je moet durven falen. Dus als dit niks wordt, dan hoeft dat niet erg te zijn, maar dan weten we ook wat er niet werkt. Als je faalt, kan dat ook een succes zijn.
Het probleem was dat in Noordplantsoen eigenlijk altijd heel erg druk is. En de gemeente aan de ene kant graag ook een dynamische plek wil voor evenementen en waar studenten kunnen samenkomen bijvoorbeeld. Maar anderzijds is groen ook heel erg belangrijk. Dus we willen eigenlijk een tool hebben om te kunnen zien hoe ze groen sneller zouden kunnen laten herstellen na bijvoorbeeld evenementen of drukbezochte dagen in de zomer. Dus één partij, dat is de SEC-groep, die had inderdaad gereageerd op de challenge. We hebben ze uitgenodigd voor een pitch, die hebben ze gehouden. En zij werden daarbij begeleid door Startup in Residence. En uiteindelijk heeft dat geleid in februari tot een beheersysteem. Wij hebben een beheerplatform ontwikkeld, dat heet Sensity. En Sensity biedt op basis van real-time bodem- en omgevingsdata adviezen. En die laten dus zien waar je welke onderhoudsmaatregelen zou moeten treffen. Wat bijdraagt aan de versterking van het groen of het sneller laten herstellen van het groen. We hebben eerst een pilot gedaan van ongeveer 1,5 jaar tijdens het Startup in Residence programma. Uiteindelijk is het opdracht geworden, dus de komende 3 jaar gaan we met Sensity Noordplantsoen beheren. Het voordeel om een start-up een oplossing aan te laten dragen is dat een start-up een hele andere kijk kan hebben op het probleem. Daarnaast is het werken met de start-up ook heel prettig. In ons geval is het een enthousiaste groep mensen. Het is wel een andere manier van werken, maar je kunt er heel veel energie uithalen. Vaak is het zo, dan moet je als opdrachtgever bepalen, nou ik wil precies dit. En dan vraag je marktpartijen van, vul dat voor mij in. En nu wordt het eigenlijk zo gedaan van, we hebben een probleem. Wie kan dat het beste voor ons oplossen? En hoe kunnen we gezamenlijk naar een eindproduct toe werken? Dus laat het eigenlijk zo open mogelijk en kijk waar je dan met beide partijen terechtkomt. Je krijgt vaak hele creatieve ideeën. Het voordeel is ook als je een vraag wat ruimer laat, dan krijg je ook ideeën die je niet verwacht. Nou, dat werkt voor zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer heel erg fijn. Ja, als we niet hadden meegedaan aan het Startup in Residence programma, dan waren we in ieder geval niet tot deze oplossing gekomen. Dus wees niet bang om een challenge uit te schrijven en de uitdaging aan te gaan.